Ik ga even een gigaland spreken voor de Albert Heijn Zorgservice. Want gisteren had ik voor heel veel, moest ik bestellen, wc-papier, keukenrollen, biertjes, frisdrank, maar ook kattenmelk. Nou, kattenmelk heb ik nu gekocht, een stuk of 60 flesjes. Dan kunnen we de kerst weer door, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar ik had ook 3 flesjes saké besteld. Ik dacht, ik mag geen wijn, geen rode druiven, witte druiven, maar ik mag natuurlijk wel saké. Dat is van rijstwijn. En ik kijk in de bestelling, zie ik maar 1 fles saké, terwijl ik er 3 had besteld. Ik, de Albert Heijn bezorgservice, denk dat moet afgetrokken worden, want ik had wel betaald. Heel lang in de wacht, een enorm stom deuntje. Ik werd fantastisch behandeld. Ze zeiden, we trekken het gelijk af bij die volgende bestelling. Ik zeg, prima, dat was vorige keer ook goed gegaan. Ik ruim de kattenmelk op, zit in de tas met de kattenmelk, 2 flessen saké. Ik weer in die wacht, weer een verschrikkelijk dwarsfluit deuntje. Heel lang duurde het, toen moest ik ze weer terugbellen. Want het was, duurde te lang, toen ik terugbellen, zei ik, mevrouw, ik heb toch de 2 flessen saké bij de kattenmelk flesjes gezien. Ik vind het een rare combinatie. Ik had het zelf niet gedaan als inpakker van Albert Heijn. Maar toen zei ik, oké, dan krijgt u dat geld niet teruggestort. Ik zei, bedankt voor de moeite en voor de service.